Hold on one second. Heilige God, eeuwige God, ons Vader en Jezus Christus, ons dank u dat ons vanmorgen door de Geest gelei is om hier bij elkaar te wees, om u hier te dienen, om hier in uw tegenwoordigheid te verkeer waar uw Geest ook met ons wil praat en met ons wil werk, waar ons ook uw lof kan besing. Heere, ons dank u voor uw genade en zorg wat u aan ons gegeven en wat ons geleid tot hier toe. Ons dank u, Heere, dat ons u mag kennen, dat ons kan weten dat u die God is wat voor ons omgeeft, wat naar ons luistert, maar wat ook over ons leven en over alles beschikt. En daarom bid ons ook vanmorgen tot u, Heere, en vraag dat u ook over al ons zorgen, door al ons nood, door al ons tekortkomingen, door al ons behoeftes, dat u daarvoor zal kijken, zal voorzien, Heere. Dat u zal verzorgen. Dat u zal troosten. Dat u uw woord onder ons zal laten. Heere, ons doen voorbidding voor die wat ook niet bij ons is. Dat u dit ook aan hulle mag geschenk. U kent elkeen zijn omstandigheid. Heere, vooral die wat ook niet meer kan opkomen naar uw huis. Als gevolg van ziekte of ouderdom. Dat u dit daar bij hulle wees. Maar ons nou, Heere, die woord hier oordenk. Wil u ook hier bij ons wezen en zien, dit wat is volgens uw wil en uw weg is wat strijdig is met uw wil. Gee u dat uw woord in ons zal leven, wees u ook die naprediker daarvan, wanneer ons die uitgang en die weg. Hoor ons de vergeven genade.